Bij aankomst hier, te Vlaamspunt, daar staan we op dit ogenblik, op het punt. Dan zie je duidelijk het verschil. Elke keer wanneer je komt, zie je steeds dat het afneemt. Dat gedeelte, dat gebied, bedekt met zand, waarop je zo lekker liep, dat steeds maar kleiner en nauwer wordt. En telkens wanneer ik hier kom, zie ik vaak in feite de graafmachines bezig zijn. Onlangs, afgelopen week, had ik hier 4 gezien. Was mijn studenten hier. En dat gaat maar door. Er is een aangespoelde tong en het puntje van de tong die mocht worden afgegraven. De vergunningen die zijn er tot en met 1 augustus. Even een kleine correctie, meneer de voorzitter, 15 augustus. 15 augustus. En het ligt in de bedoeling dat wij als ministerie, samen met natuurlijk de aanbevelingen die we hebben gekregen van u als parlement, dat we dit weer gaan evalueren en dat we kijken samen hoe wij hiermee verder gaan. In feite kijk ik met 2 grote ogen aan. Gaat het echt gebeuren? Als nog net voor 12, bij wijze van praten, nog 3 van hiervan staan af te graven? Dat is hebberij, hè? Dat is letterlijk hebberij. We weten vaker dat er bepaalde ballonnetjes worden opgelaten door politici, ministers en noem maar op, met hele mooie woorden. En dan blijkt achteraf dus dat het helemaal niet is wat het is. Als het van deze minister van NH afhangt, stoppen we met alle schelpafgravingen in Suriname. Braamspunt, online, alles. Dat wil ik heel erg duidelijk zijn. De realiteit echter, mevrouw de voorzitter, wil dat er in Suriname nog een bepaalde afhankelijkheid is van deze schelpen. Het belang is zo groot dat het natuurlijke systeem hier blijft. En dat wordt in feite weggehaald. Het wordt weggehaald onder de mom dat het aanwinst is. Maar niet dat het een verplaatsing is. Het was daar, het is nu hier. En het morgen daar zal gaan. Nee, het is een aanwinst. Dus we moeten weghalen, we moeten verdelen die winst. Ik vind het hebberij. U bevestigt ons dat 15 augustus de voorlopige toestemming verloopt. En er komt een evaluatie. Klopt. Mede op basis van wat wij hier met elkaar hebben afgesproken en wat uw bevindingen na evaluatie is. Is dat wat ik kan concluderen hieruit? Dat klopt. Ik blijf zeker argwanend. Vooral ook omdat binnen de DNA er duidelijke signalen naar de minister zijn geuit dat zij verontrust zijn over deze zandafgravingen. Enkele weken terug heb ik de heer Melvin Bouva, vicevoorzitter van de DNA, horen uiten dat hij verontrust is over het verlengen van de vergunningen door de minister, wat hem al ten oren was gekomen. Dus dan verbaast het mij des meer dus dat de minister zegt van dat hij nog in overleg is met de belanghebbenden, terwijl ik eigenlijk al het antwoord weet van dat de vergunning hoogstwaarschijnlijk verlengd gaat worden. Dus dan vraag je af van, worden er spelletjes gespeeld? Die informatie hebben ze al. En nu wordt het zogenaamd gedaan alsof de minister nog in overleg is en dat hij zijn hoofd breekt over dit dilemma en noem maar op. En dan heb ik krijg, bij mij komt echt een gevoel van dat we voor de gek worden gehouden.